Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Stichting Eikenburg. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. En in de eerste, de beste die bij mij kwam zitten, die lag de protheses. Ik denk, oh nee, hoor, niet wegwezen. Uw arm. Als u goed gezien heeft, dan hebt u gezien dat meneer een grote gewicht heeft. In die maatschappij zit het vol rotte plekken. Dat heb ik zelf meegemaakt. Die voor geld alles deden. Wij gaan zo meteen bij de mens zitten. Joke gaat omroepen. We zijn bij Huis Eikenburg in Den Haag. Hier woont mevrouw Bouwmeester, samen met nog 160 ouderen die ook zorg nodig hebben. Mevrouw Bouwmeester heeft een bijzonder verhaal te vertellen over dit verzorgingstehuis. Ze woont hier namelijk al 70 jaar. Ik ben gekomen toen ik 15 was. En op 18 augustus, vergeet ik nooit, 3:10 in 1940, in het Eerste Oorlogsjaar. Ja. Ik werd door mijn moeder hierheen gestuurd, want hier zaten de zusters van Bergen. Ursuline en mijn oudste zuster, die was ingetreden daar. En die had gezegd, ik heb nog wel een stelletje zusjes. Dit was de eerste klas van zon, vroeger. En dus wij moesten die mensen allemaal gaan bedienen en dekken en weet je wel. Het was eigenlijk voor ons leuk, voor de meisjes. We waren 24 meisjes. En je mocht niet op straat, hè. Vaak s'avonds mocht je niet naar buiten. Maar dan, je weet hoe meisjes zijn, zou ik zeggen. We gingen altijd op onderzoek uit hier en we deden natuurlijk ook wel eens. Maar het was wel gezellig, ja, ik kan niet anders zeggen. Maar ja, na 5 jaar wil je wel weg. En we konden nu nergens heen. Als we een boodschap deden, dan moesten we hollen naar de Vaanheidstraat hier vandaan. Want dan had je geloof ik 3 kwartier vrij. Dus je trok je jas aan en je ging lopen de weg weer en weer gauw terug. En dan moest je weer voor het diner zorgen. Ja, bedienen hoor, niet de keuken is daar. Dus, maar u heeft het als gezellig ervaren dus? Ja, ik wel. Ja. Alleen was het niet gezellig, want mijn oudste broer is de eerste dag gesneuveld. Maar ja, als je er niet bij bent, dan raakt het je toch niet zo. Na de rand wel, maar toen nog niet. Dus, maar ik was altijd, mijn huis was hier. Want de zusters waren ondertussen weggegaan en ben ik kosteres gebleven. Dus ik ben 42 jaar kosteres geweest. En wat houdt dat in? Nou, de kapel nalopen en de missen en alles uitleggen. En veel begrafenissen begeleiden en klaarmaken en weer opruimen. De zondags de kerk doen en de klok luiden, weet je wel allemaal. Een van de verpleegkundigen die mevrouw Bouwmeester verzorgt is Rosa Diwangsing. Zij gaat nu meneer Van den Bos helpen op te staan voor het ontbijt. Ik ga u van boven ontbloten, dan ga ik u helpen met wassen, ja? Ja, is goed. Als u even meehelpt. Goed. En waarom heeft u zorg nodig? 70 hoor. Bent u al 70? Ja. Had ik u niet gegeven. Maar dat is nog steeds niet oud. Nee, inderdaad, meneer is niet oud. Maar vanwege ziekte is hij bij ons opgenomen. Hij in het ziekenhuis opgenomen. En hij is daar goed behandeld. In het ziekenhuis. En daarna is hij bij ons komen revalideren. Omdat hij in de thuissituatie voorlopig niet voor zichzelf kan zorgen. En waarom niet? Hij wordt kortademig als hij een kleine handreiking doet voor zichzelf. Als u goed gezien heeft, dan hebt u gezien dat meneer een grote gewicht heeft. Wij gaan hem helpen met ergotherapie. Mag ik uw arm? Met ergotherapie, fysiotherapie, met de diëtisten en overige instanties om te kijken van hoe wij onze doelen gaan bereiken, dat de heer weer zelfs met een kleine handreiking in de thuissituatie voor zichzelf kan zorgen. Toevallig werkt meneer heel goed mee dat ik hem in mijn eentje kan doen.
Mevrouw Bouwmeester is meer zelfstandig. Als er iets mis is met haar, dan kan ze op de bel drukken, want ze is bekend met diabetes. En dan komen wij daar kijken wat het is voor de huisarts bellen, of moeten we bloeddruk meten of met iets anders, wat haar vraag is op dat moment, of wat de vraag van de arts is op dat moment. En mag ik wat zeggen? Toen ik hier kwam, toen was dat de biechtstoel en aan de andere kant zat daar de priester dan. Heeft u wel eens wat opgebiecht? Als je het goed beschouwt, ik biecht nou toch al misschien geen 50 jaar meer, denk ik. U heeft dus veel geheimen? Nou, nee, maar ik bedoel maar, wat doe je nou als je in een klooster zit? Hè? Toch niks. Want dan begrijp ik goed dat het vroeger een klooster was. Nee, het was geen klooster. Ja, dat. Voor de nonnen. Verder was het een eerste klas pension. Duurste van Nederland. Hoe bent u kosteres geworden? Omdat we wisten dat de nonnen naar Bergen teruggingen. En toen zegt die geestelijke, die kwam van de Kamervoerde kerk. En nu wil jij geen tijdelijk. En als ze weggaan, want die zat omhoog. Toen ben ik een maand lang met sacristie met die hoofdzuster meegelopen. Want dat is natuurlijk allemaal op zijn liturgisch. En dat heb ik gedaan. En toen vroeg hij of ik een jaartje wilde blijven. Hij zei, je hebt nog niets te doen. Ik was afgekeurd. En nou ja, zo is het 43 jaar geworden. Dit mis ik nou echt wel hoor. Je was er toch iedere keer wel een uurtje bezig. Mist u de mensen waarmee u zo goed kon praten? Ja. Ja, dat is niks. Alleen achterblijven, jongens. Als je niemand meer kan bellen, of geen schoonzuster, geen broers, of alles is boven. Tenminste, dat zeggen ze, maar laatst zei de dominee, de hemel kan ook in de kelder zitten. Oh. Meneer Fransen, goedemorgen. Meneer Fransen woont ook in Huize Eikenburg. Hij was vroeger strafpleiter, maar is al jarenlang gepensioneerd. Ik heb rechten en filosofie gestudeerd. En dat is van 45 tot 56, maar tegelijkertijd studeerde ik ook filosofie. Dus ik ben zo'n 12 jaar ben ik in Leiden geweest. Maar dat zal u niet bekend zijn, die studies zijn vereenvoudigd. Want in die tijd, Fida, ik weet niet of je het wel eens gehoord hebt, was dat onderwijs op het oude Duitsland ingesteld vanaf 1870. En dat was heel zwaar onderwijs, zwaar wetenschappelijk. En zijn er meer mensen hier die op uw niveau kunnen praten? Dan kom je op een bijzonder pijnlijke vraag waar jullie recht op hebben om het antwoord. Dat zijn er bitter weinig. Er is hier een meneer van de technische recherche, al 93 jaar. Dat gaat heel goed. En er was er vroeger iemand, nog niet zo heel lang geleden, een officier van justitie hier, een meneer Mos. Ja, dat was een tragisch geval. Die ging wandelen op straat en kwam terug en de tussendeur ging te snel dicht. Toen is zijn heup verbrijzeld. Toen is hij hoe langer hoe zieker geworden en gestorven. En dan was ik vreselijk van streek, want ik zei, wanneer zou ik je nog eens kunnen opzoeken, Leen? Jongen, dat is in het hiernamaals. Hij wist dat niet. Maar het komt weer boven. Zo, het is alweer weg. Verder zijn alle mensen verschrikkelijk lief en aardig voor me. En het verplegend personeel ook.
Maar er is er één bij, die heeft qua geestelijke instelling dat niveau wel. En die wilde, die wilde er nog eens meer van weten, want die zei, ja, u bent een vereenzaamde intellectueel. Een intelligent meisje, maar die is in de buitendienst, die is er dus niet vaak. Ik ben de medicijnen aan het uitdelen bij alle bewoners op deze etage. De medicijnen staan genoteerd op de medicijnlijst. Die moeten afgetekend worden, gecontroleerd worden. Ze zitten in een zakje. Veel bewoners kunnen dat niet openmaken. Dus ze doen het zelf in een medicijnkuip. Dat is wat comfortabeler voor ze. Het zijn heel wat medicijnen. Ja, ik heb het nu op het moment 38, want dat zitten er daar ook nog in, maar dat zijn allemaal vloeibaar. Dat kan ik hier niet in doen. 38 op één dag? Ja. Waarvoor dan? Ik schijn van alles te hebben, hè. Ik weet het niet. Ik heb een hartinfarct gehad, ik heb polio gehad, ik heb difterie gehad. Dus bij mij werkt altijd alles een beetje vervelend. Ik was één van de 11, 5 boven me en 5 onder me. Die hebben bijna nooit wat gemankeerd, waar ik wel eens kwaad over was. Die zijn allemaal hemelen. En Annie leeft alleen nog. Dus uw andere zussen? Ze zijn allemaal overleden. Terwijl ze nooit echt ziek waren? Nee. En dan heb ik dus aan de cardioloog gevraagd en die zei, ja, geen wonder. U bent dag en nacht bijna onder controle. En mijn zus, als je niks hebt, ga je niet naar een dokter. He? Dus die wisten niet wat ze hadden, want dat lichtje van mij, dat was binnen de 5 dagen weg. Kanker van de haren tot de tenen. Vindt u het werk leuk, wat u doet? Nou, ik doe het al 38 jaar. Dus ik heb 26 jaar in Suriname gewerkt en nu ben ik 12,5 jaar hier in Eikenburg. En ik heb het hartstikke naar mijn zin. Wat is er zo leuk aan uw werk? Dat ik de mensen kan helpen. Ik vind het leuk. Verzorgt u ook meneer Fransen? Jawel, meneer Fransen verzorg ik ook. Ja. Wat voor man is meneer Fransen? Een leuke man. Ja. Momenteel is hij niet zo veel zorg behoevend, maar het gaat wel. Hij heeft enige hulp nodig in de verzorging. Nou, je kan niet best veel lachen hoor. Al is het zielig dat ik het zeg, al is het alleen maar... Ja. Heb je mijn moeder gezien? Of is dit de lift? Is dit de trein naar Parijs? Ik zeg ja, wanneer komt u weer terug? Ik zeg nou om 1 uur of 3 en dan daar. Ja, weet je. Dat soort dingen. Er zijn veel demente mensen bij. Veel demente mensen. Dus die weten niet wat ze zeggen. Hè? Nee. Weten dat niet. Dus, en als ze dan, omdat ze bij de lift woont, was er een man die stopte dan. Ja, en als ze niet meer wist waar hij moest wezen, dan ging hij bellen. Midden in de nacht. Ik heb middag middernacht bezoekje gehad van 2 heren. Weet je wat ik gedaan heb? Ik ben er wel uitgegaan. Ik had een beetje grote glas water. Ik zeg, luister eens, als je weer komt, ik zeg, ik mag je geen pijn doen, maar ik giet dat hele glas over. Je bent gelijk goed wakker en dan laat je mij met rust. Bent u wel eens bang dat u zelf dement wordt? Schrijf uit alstublieft. Ik heb gezegd, waar ik ook ben, tegen mijn achterneefje. Ik zeg, joh, geef me maar een spuitje. Ik zeg, en als het niet mag, doe jij het maar. Maar ik weet, een stuk flauwekul, maar... Het lijkt me verschrikkelijk. Ik heb mijn oudste zus, die was zo helder. Een keer zei ze, Ann, we worden niet gek, hè? Ze zegt, dat wil ik niet. Nee, nou, ze is knetter geworden. Ze moest zelfs naar Prinsenhof.
Ze was voor de gewone bejaarde thuis. Oh, die deed de gekste dingen. Ja. Ja, die ging met de... Het liefste 's nachts op straat. En dan liefst tegen, als er nog een auto was, te zwaaien. Nou, die stopte. En die brachten ze dan naar het politiebureau. En die brachten ze... Ja. Ik mag niet lachen, maar dan denk ik wel, nou ja. Jullie zijn vrijwilligers? Ja. En waarom doen jullie hier vrijwilligerswerk? Ten eerste, we zijn er zelf even uit en we doen het ook voor de mensen. Vinden we heel leuk. Ja, je hebt een hele band met ze. Ja. En wat doen jullie aan vrijwilligerswerk hier? Nou, ik doe plankjes voor de winkel, plankjes verkopen, geld in de... En dan ga ik kijken wie de hulp nodig heeft. En dan ga ik bijzitten en die help ik. Ik doe ook voor de bingo dan. Draai ik. En dan is maandagsmiddag de soosmiddag. En dinsdagsmiddag de uitstap. Ja. En af en toe boodschappen doen met de mensen. Eén keer in de maand. Wat vindt u leuk aan het contact met de mensen hier? Ze zijn vaak dankbaar, hè? Ja. Dankbaarheid die je van ze hebt. Ja. Ja. Valt niet altijd mee, maar algemeen... Ja. Wat valt niet mee? Nou, dat ze... zeg al, je weet zelf ook niet hoe je wordt als je oud wordt, hè? Nee, toch? Zo is het toch? Maar het algemeen is leuk werk. Het is hartstikke leuk. En je bent altijd nog een beetje kind bij ze. Ja. Ja, dat is waar. Hoezo? Ja. Ja, hè, kind, zeggen ze dan. Ja. Nou ja, ik kan hier zelf bijna zitten, dus. Wat gaan jullie zo meteen doen? Wij gaan zo meteen bij de mensen zitten. Joke gaat omroepen. We gaan beginnen met de bingo en het eerste rijtje onder de B van Bernard. En wij gaan bij de mensen zitten en dan helpen we ze. En dan is de pauze en dan pakken we de blaadjes en dan gaan we de drankjes halen. En dan delen we de drankjes weer uit, net wat ze willen. Gerard, 58. Gerard, 58. Nico, 38. Ja. Ik loop om gezondheidsredenen ook, want ik moet, doordat ik niet zo'n beste benen heb, toch in beweging blijven. En dan kan ik niet op straat. Maar dan doe ik het zo 2-3 keer per dag. Al die dingen hier beneden, dat even. Bent u een gelukkig mens? Wat? Bent u een gelukkig mens? Ja. Ik ben een gelukkig mens, omdat ik nog, al ben ik dan oud, nog veel goed kan doen volgens de wetten van God. Ik dacht zoveel mogelijk mensen nog te helpen die het nodig hebben. En daar ben ik erg gelukkig mee. Hoe oud wilt u worden? Nou... Dat kan ik niet zeggen, dat ligt in Gods hand. Maar ik wil nog wel zo'n jaar of 90 worden. Hoe oud wilt u worden? Nou, als ik een goede bij heb, 100. En als ik een slechte bij heb, dan mag het vandaag af. Heeft u vaker een goede bij of een slechte bij? Nou, ik had altijd een goede bij. Maar nou niet altijd meer, nee. Ik probeer het wel toch weer goed te krijgen, maar dat lukt niet soms. Hè? Ik bedoel, als je oud wordt, dan zie je soms eventjes een dag nergens iets goeds meer in. En dan zeg ik tegen mezelf, Annie, je moet ermee uitscheiden met die zelfmedelijden vooruit. En dan ga ik lopen zingen en is over. People, help the people. And if you're homesick, give me your hand and I'll hold it. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Stichting Eikenburg.